Daphne Bergman, de dinsdagavond aangewezen nieuwe burgemeester van Beuningen, is erg enthousiast om aan haar nieuwe baan in januari te beginnen. Dit gaf de nu nog waarnemend burgemeester aan tijdens het persgesprek op woensdagmiddag. Nou, heel veel blijdschap, heel eervol en ook trots dat ik de burgemeester van Beuningen mag worden. Dus heel mooi moment. Bergman en haar echtgenoot moesten even wachten met de champagne na het horen van het goede nieuws. Mijn man was erbij, dus we hebben wel een fles champagne opengemaakt even. Maar die heb ik niet opgedronken, want ik ben ook nog naar Beuningen gekomen, want de raad wilde me feliciteren. Ondanks dat de woningmarkt in Beuningen weinig aanbod heeft, maakt Bergman zich geen zorgen over de verhuizing naar haar gemeente. Ik ga niet overhaast denken als een kip zonder kop, oh jee. Hè? Ik ga dat eens even rustig kijken wat past bij de gezinssituatie. En dan gaan wij op zoek en ik heb alle vertrouwen in dat er iets passends te vinden is. Dus dat komt wel goed. Of de aankomende burgermoeder nou snel een woning heeft of niet, ze weet al wel wat ze tegen de inwoners van Beuningen zal zeggen wanneer ze geïnstalleerd wordt. Ik wil heel graag de burgermoeder zijn voor alle inwoners van Beuningen, organisaties en ondernemers. En ik zal ook zeggen dat ik met hun samen de verbinding en de samenwerking, dat ik me zal heel erg voor inzetten, zeg maar, voor een goede toekomst voor de gemeente Beuningen.